fitness en voeding en een gezondheid en een gezonde lifestyle en fitness. Het is vandaag een heerlijke dag voor gezondheid, gezonde lifestyle, fitness! Ik ga vandaag een healthy 10.000 calorie challenge doen, jongens. Vandaag ga ik mezelf helemaal volvreten, maar wel met gezond eten, dus ga ik even aankomen. Ja, maar het is wel even wat nieuws. Normaal eten kan super ongezond en vandaag ga ik lekker gezond eten. Dus ik heb er echt wel zin in. Onder healthy foods het eigenlijk eten wat je eet tijdens je bulk of cut. En ik ga eigenlijk vooral eten wat je tijdens je bulk eet. Dus voor de hardgainers, let goed op, vandaag ga je er iets aan hebben. Ik ga nu mijn eerste maaltijd maken. Ik ben net naar de Jumbo geweest. Daar heb ik eieren, ham, smeerkaas, avocado en brood gehaald. En Anthony had nog de 50% minder suiker ketchup, die natuurlijk super gezond is. Vitamine C, jongens. We gaan erin. Nou jongens, voordat ik de eerste maaltijd ga maken, moet ik nog iets anders compleet maken. En dat is mijn outfit. Wow. Deze video is gesponsord door Fate Maison. Dit is mijn eerste reactie. Het is ook een hele eerlijke reactie. Ik ga even mijn shirt aantrekken. Nou, het shirt ziet er zo uit. Het voelt al best wel als mooie kwaliteit. Ik ga hem heel even aandoen. Zo, nou, eerste reactie. De stof is gelijk heel erg fijn. Heel erg dikke stof. Hij zit wel een beetje lang bij je armen, maar dit kan je gewoon opstropen. En dan komen alsnog die gains er goed uit. Ik heb ook een jas van hun gekregen en daar ga ik nu even naar kijken. Zo, dan heb ik hier nog de jas en deze zit echt top. Ik voel me echt een mannetje in deze jas. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Boekoe bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on... Ben je geïnteresseerd in hun kleding? Het linkje staat in de beschrijving. En ik ga nu verder met mijn eerste maaltijd, want ik heb gewoon wel echt honger. Nou, dit is dus mijn ontbijt. Ik begin met 6 eieren, 6 sneetjes brood. Dit hele pak met grote schouderham. 50 gram van deze smeerkaas. En 1 heerlijke eetrijp avocado. Vandaag doe ik het zelfs zo gezond dat ik gewoon kokosnootolie gebruik. Proteïne! In de tussentijd begin ik ook alvast met het smeren van mijn boterhammetjes. Ik begin met 50 gram smeerkaas. Hoppakee, 50 gram smeerkaas. En dan komt het ijsje erop. Ik neem denk ik gewoon lekker 100 gram van de schouderham, want anders moet ik wel heel veel ham eruit halen. En dat is niet heel erg lekker. En dan gaan we bij het andere broodje avocado doen. Kijk eens. En dit is maaltijd nummertje 1. Nou, ik heb hier maaltijd nummer 1 voor me. Ik vind het er echt wel heel erg mooi uitzien als ik het zelf. Deze maaltijd bevat 1686 calorieën. Misschien is deze healthy 10.000 calorie challenge. Het is wel bijna net zo moeilijk, of misschien zelfs moeilijker dan mijn 20k challenge. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Maar we gaan het zien, ik ga er nu lekker van genieten. En ik kan er gewoon net achter. Ja, die fucking abonneerknop nog niet ingeklikt! Laatst ben ik erachter gekomen dat echt super veel van jullie niet geabonneerd zijn. En het knopje is gewoon best wel mooi en aantrekkelijk en zo. Dus als je hem in wil klikken, zou ik het erg waarderen. Starttijd is trouwens 11:18 uur. Dus ik start hem eigenlijk wel een beetje laat. Zo, dit is echt een masterpiece. Echt, ik vind het echt super lekker. Stel, ik zit vandaag gewoon vol en moet ik gewoon zo denken. Gezondheid! En lifestyle. Komt er vast wel goed. Nu tijd om naar de avocado te gaan. Oh my god, zo goed. Ik heb mijn eerste maaltijd op. En om eerlijk te zijn voel ik hem best wel. Maar ik heb wel altijd bij gezond eten dat ik het sneller verteer dan ongezond eten. En dat ik er gewoon minder misselijk van word. Ik ga denk ik nu even lekker wandelen. En alvast even de volgende maaltijd halen. En dan zit ik hier zo. Na mijn eerste maaltijd zit ik ongeveer op 1700 calorieën. En ik zit, om eerlijk te zijn, best wel vol. Dus om nu even mijn gedachten weg te zetten van al het eten, neem ik even een kleine wandeling, even een beetje afleiding zoeken. Maar ik moet straks wel alweer de volgende maaltijd gaan scoren. En dat is best wel weer een flinke. Dus ja, ik moet er nu weer aan dikken. Wacht. Het
is 12 uur 34 en het is tijd voor maaltijd nummer 2. Dit betekent dat het niet eens een uurtje later is. Maar ik voel me eigenlijk alweer goed. Hoe raar het ook is, maar ik heb de vorige maaltijd al een beetje verteerd. Dus ja, ik ben er echt blij mee. Voor deze maaltijd ga ik 500 gram volle Franse kwarken eten. 100 gram van deze granola. 100 gram rozijnen. En deze hele reep met pure chocola. Nou, 104 gram. Ik tel het gewoon als 100 gram. Nou, dat is 110 gram. En dan heb ik nog de hele chocoladereep. Met deze maaltijd pak ik 1925 calorieën. Ik denk dat ik dit makkelijker ga opkrijgen dan mijn vorige maaltijd. Maar zuivel zet wel heel erg uit. Dus ik denk dat ik hier wel voller van ga zitten. Ja hoor. Ik geef het op. Ik voel een toiletbezoekje aankomen. Zo, deze valt zwaar. Ik ben echt voor afwisseling. Beetje van deze reep. Ik heb het best wel moeilijk. Ik heb hem op. Oh, ik heb hem gewoon echt best wel zwaar. Ik ga nu nog even de chocolade er even op eten. Dan is deze maaltijd gelukkig klaar. Wow. Ik ben echt blij dat ik klaar ben met deze maaltijd. Jezus. Ik had het echt veel moeilijker dan ik verwachtte. Ik zit best wel vol. Maar wel de goede soort vol. Je zit nu met totale calorieën in beeld. Als het goed is rond de 3500. Dus ik zit al over een derde. Ik ga best wel lekker. Ik neem nu even mijn tijd iets van 2 à 3 uurtjes rust. En dan ga ik straks weer lekker verder knallen met maaltijd nummer 3. We gaan er straks heen. Oké, het is ongeveer een uurtje na maaltijd nummer 2. En ik ga denk ik iets bestellen bij thuisbezorgd. Ik heb wel zin in iets van sushi. Oké, even kijken. Miso bar. Even kijken. Een pokeball? Oh my god, zit daar komkommer in? Zou ik gewoon vegabox gaan met sushi? Vega is bijna altijd wel gezond en dit eten zou je prima in een bulk kunnen eten. Dus I'll take it. Nou, mijn sushi komt er nu aan, dus het is nu heel verwachtelijk. Het zal waarschijnlijk wel heel even duren, maar ja, ik hou wel echt heel erg van sushi. Ja hoor. Nou, het is heel erg weinig, maar het is gewoon even een klein tussendoor snackje. En toch nog best wel veel avocado. Dus hierbij ga ik toch nog wel best wel wat calorietjes pakken. Nou, de totale calorieën van deze maaltijd zien jullie nu in beeld. Ziet er wel goed uit hoor. Dat is Japans voor ik ben Daan, ik ben een mannetje! Ik voel me inmiddels alweer een stuk beter. Dus na de vorige maand was het echt een beetje vol. En een beetje zoetje kan er altijd voor in. Dit is trouwens 14 uur 53, dus het is bijna 3 uur. Ja, het is iets langer dan een uur geleden na de vorige maand. Nou, ik ben wel aangekomen bij de crispy. Ik hou hier wel altijd van. Zo, die shit erop is droog. Zo. Hij is op. En dan ben ik nu ongeveer op de 4.2k. Dus dan komen we dicht bij de 5000. We zitten bijna op de helft. Ik ga denk ik straks over een uurtje alweer nog een maaltijd doen. En dan wil ik wel minimaal die 5000 calorieën aantikken. Dus ga. Nou, dit wordt mijn volgende maaltijd. Ik ga 80 gram van deze Skippy pindakaas nemen met 4 sneetjes volkoren brood. Ik weet dat pindakaas niet het gezondste is wat er is, maar in principe is het niet super slecht en heel vaak wordt het wel gegeten bij een bulk. Ja, prima. Kijk eens aan, 82 gram eruit. Maar er blijft natuurlijk ook een beetje wat aan het messen. Deze maaltijd levert me 834 calorieën op. Niet heel erg veel, maar ik heb net natuurlijk al een sushi op. Hierna heb ik wel echt een hele grote maaltijd staan. Dus ik wil na deze maaltijd nog niet al te vol zitten. En dat gaat denk ik ook niet gebeuren met 4 van deze broodjes.
lekker. Ik hou dat wel van als ik heel erg veel pindakaas echt op vind. Gewoon overdoos op pindakaas. Tijdens dat ik aan het eten ben, zet ik weer even mijn YouTube filmpje aan. Oh, kut. Dat is geen YouTube filmpje. Zo, dat is de vierde maaltijd weg. Ik zit nu over de helft. Dus dat betekent dat ik nog minder dan 5000 calorieën moet. Ik heb straks echt een hele grote maaltijd gepland. We gaan er nu heen. Nou, zoals ik al zei, had ik voor mijn avondmaaltijd echt een hele grote maaltijd. Deze maaltijd heeft 3.500 calorieën precies. Ik heb hier 500 gram pasta. Deze soort pasta heet de farfum. En ik heb meer dan 0.5 kilo zalm. Na deze maaltijd ga ik gelijk naar de 8.500 calorieën. En dat heb ik eigenlijk wel een beetje nodig. Ik zit al een tijdje in deze challenge. En dan pak ik eindelijk weer even een goede voorsprong op de tijd. Dat heb ik zeker al nodig. Ik moet een beetje gas gaan geven. Dat ga ik dit doen. Nog nooit van mijn leven heb ik zoveel zalm gegeten. En om heel eerlijk te zijn, ik hou helemaal niet zo heel erg veel van zalm. Dus wat doe ik met zalm aan? Godverdomme. Die zalm is zelf al een challenge. Daarna moet ik die hele schaal pasta nog. Mensen, ik wil 10.000 calorieën en ongezond eten is. Ik eet nu zalm. Ah, ga op vakantie. Ik zie een boom, het is een palm. Ah, yeah. Pasta. Zo van. Godzame. Ik eet nu zalm. Man on a vacation, man see a palm. Tree, no. This thing is not for free. Ah. How many calories is this? I tell 1, 2, 3.5 K. So fun. Well, that's pretty okay. Oh! Jezus. Deze schaal is zo zwaar. Volgens mij is het echt gewoon 2 kilo. Oh, ik spuit mijn hele gezicht onder. That's what she said. Zo, is wel lekker. Verbrand me toch. Het erg is, ik heb vandaag een leg day. En van benen trainen word je het meest misselijk. Nee, grapje. Maar ik ga dus echt wel moeilijk krijgen straks. Maar ik heb gelukkig wel al de goods, alle koolhydraten om flinke workout neer te zetten. Maar of hij echt fijn wordt? Nee. Nee. Nee, echt niet. Het is trouwens 19:24, dus al bijna 7:30. Maar voor deze sessie ben ik natuurlijk 24 uur en ik zit nog niet eens op de 12 uur. Heel erg tof vindt om te zien, is dat het duimpje omhoog net zo blauw is als deze waterfles nu. Ah, jezus, dit is heftig. Nou, ik ben nu pas ongeveer op de helft, denk ik. En ik begin het echt zwaar te krijgen. Shit. Alle dames, als je nu mijn Instagram in beeld. Slide in mijn DM. Kunnen we misschien
Dan kun je dus samen het eten. Nee. Je hoeft niet in mijn DM te sliden, maar wel gewoon even die knop aantikken. Nee, die pasta maakt echt een raar geluid, man. Het is dit. Het gaat nooit zo hoor, maar dit keer spreekt Saskia mijn gezicht onder. Laatst was het andersom. Ik moet denk ik even een restaurant bellen om het toilet te reserveren straks. Hallo meneer de kippenbaas, ik vroeg me af of ik over ongeveer een half uurtje bij jullie een toilet kan reserveren. Oh, met deze maaltijd ben ik wel echt heel erg ver gevallen. Ik zit nu al over de 8500 calorieën, als het goed is. Ik ga mezelf nu even zo lang mogelijk rust geven. Daarna ga ik naar de sportschool. Het wordt gewoon een hele simpele machine workout. Ik ga geen squats doen of leg press, want dan moet ik overgeven. En daarna ga ik u meenemen naar mijn laatste maaltijd. Het is tijd voor de allerlaatste maaltijd. Het is inmiddels alweer 10:30. En na die gymsessie heb ik toch nog best wel goede trek gekregen, gelukkig. Ik ben blij dat dat wel heeft gewerkt, want na de vorige maaltijd zat ik echt super vol. Deze maaltijd bevat 1505 calorieën. En als ik deze opkrijg, dan heb ik hem gehaald. Ei ertussen maakt hem wel echt een stuk lekkerder. Op alleen rijst, dat had ik zeker niet kunnen doen. Wel heel erg heet nog. Toch, nu ik aan het eten ben, dat ik iets waar heel erg veel mee op kan. Oh, ik voel me wel weer. Lijkt een einde aan die bak te komen. Hij is zo droog, jongens. Ik gooi er gewoon wat extra water in. Blijf nou! Ik ging wel echt vol te zitten, man. Oh, die werd nog vorige. Ah! Winner! In totaal heb ik 10.172 calorieën gegeten, dus ik ben er gewoon nog 172 calorieën boven gegaan. Dan gaan we naar de macro's en deze zullen best wel schokkend zijn. Ik heb in totaal 464 gram eiwit, 405 gram vetten en 1148 gram koolhydraten gegeten. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten om mij te zien lijden van al dat eten en ik hoop dat ik jullie maandagavond een stukje beter heb gemaakt. Ik zie jullie bij de volgende video.